Goedemorgen, het is overbelicht. Het is vandaag woensdag. Ik ben al een tijdje wakker. Ik heb even gewerkt. Daarna even mijn boekhouding gedaan. En ik heb alvast mijn vlog geëdit voor vanavond. Dus ik ben daar helemaal klaar mee. Of ik me daar niet meer druk om te maken. Ik heb me even klaargemaakt. Ik moet nog wel even mijn haar doen. Maar ik ga eerst even ontbijten. Want dat heb ik ook nog niet gedaan. Ja, dat is een beetje de planning nu. Vandaag trouwens echt zo lekker wakker. Want ik had gisternacht had ik de vaat gedaan voordat ik ging slapen. En toen kwam ik op woonkamer binnen. En alles was gewoon tip top en lekker schoon. En dat maakt me gewoon echt super blij. En ja, de woonkamer binnenkom en ik zie gewoon dat de keuken gewoon een troep is. Dan denk ik van, ik heb al geen zin in deze dag. Maar zo start je dag wel wat beter. Ik heb gisteren even een paar wasjes gedraaid. Dus ik ga nu even mijn bed verschonen. Want net ook vandaag natuurlijk terug en hebben we lekker een schone bed. Dus dat ga ik nu ook even doen snel. Jongens, over bedden gesproken. Wie koopt ook altijd dezelfde dekbed overtrekken? Tenminste, een beetje zo'nzelfde kleuren. Ik heb zelfs drie gewoon exact hetzelfde van IKEA. Ik vind deze kleur gewoon het mooiste in mijn slaapkamer passen. Maar ja, het ziet er altijd hetzelfde uit bij mij. Ik heb nooit een andere kleur of zo. Laatst was ik ook in IKEA en dan vond ik eigenlijk een heel andere kleur. Vond ik gewoon super mooi. Toen dacht ik, nee man, dat is echt niks voor in onze slaapkamer. Ik weet niet. Ik hou het altijd een beetje bij zandkleuren als het gaat om dekbed overtrekken. Ik weet niet of jullie het verschil echt kunnen zien. Maar ik vind deze kleur ook echt super mooi. En zo'n cacao kleur vind ik ook wel mooi, maar iets te donker voor onze slaapkamer. Ik wil lunch maken, maar ik heb eigenlijk echt heel veel zin in een warme lunch. Toen keek ik in de koelkast en had ik nog restjes van gisteren, tenminste de saus nog. Dus ik ga gewoon even een paprika vullen met het sausje en dan doe ik het gewoon in de oven. En hoop ik dat het snel klaar is. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben aan het wachten tot mijn gevulde paprika klaar is. En Nesme heeft mij net gebeld om te vragen of ik nog wat nodig had van de airport. En altijd als die moet vliegen of terugkomt in Nederland, belt hij altijd om te vragen of ik nog wat nodig heb van de airport. Ik vind hem echt zo cute gewoon. Echt schattig. Meestal neemt hij zelf wel wat mee als ik om niks vraag. Ja, ik heb eigenlijk ook gewoon echt niks nodig. Ik heb zoveel parfums, alles. Dus ja, ik heb gewoon niks nodig. Maar wel echt super cute. Stel je voor, hij is nu in zo'n gekke mood. En hij gaat daar gewoon op de airport een bril voor zichzelf kopen. Stel je voor, hè. Dat zou zo kut zijn. God, ik heb hier echt zoveel zin in. Mijn paprika is klaar. Ik heb er ayran bij met munt. En kijk eens wat er nu op Netflix te zien is. Ik ga het nu even snel kijken. Zo, ik heb net lekker gedoucht en mijn haren gedaan. Toen heb ik nog even een wasje gedraaid. Ik heb trouwens het filmpje van Beyoncé op Netflix niet afgekeken, omdat ik het toch niet echt heel erg boeiend vind. Ik denk dat je wel heel erg fan van Beyoncé moet zijn, wil je het kijken. Want ik dacht dat het echt een docu was, maar het was echt meer ja, een concert eigenlijk. In ieder geval, ik heb net een pakketje gekregen van Chicwell. Dat is dit webshop. Ik weet dat ik laatst echt heel veel kleding uitpak in vlogs. Maar het is echt toevallig, zodat ik op het moment heel veel binnenkrijg. Maar Chicwell, ik weet niet of je het kent, het is een Zweedse webshop. En daar hebben ze echt kwalitatief best wel goede kleding. Het is ook iets prijziger dan andere webshops die je misschien zou kennen. Maar het komt omdat het kwalitatief ook best wel goed is. Ik heb voor jullie een kortingscode, mochten jullie daar wat willen bestellen. En dat is Miriam 20. Ja, Miriam 20 is dat. Ik heb eigenlijk gewoon allemaal basics besteld daar. Oké, jullie moeten trouwens daar wel een beetje oppassen met de maten. Want die vallen best wel klein uit. Een maatje S qua jurken zou voor mij dus al veel te klein zijn. Dus ik moet zeker een maatje M daar. Ik heb deze jurk uitgekozen. Zo'n zwarte met van die knoopjes in het midden. En die komt zeg maar boven je knieën. Het is niet een lange jurk. Als tweede hetzelfde jurkje, maar dan in de kleur off-white. Dat vind ik altijd een heel gevaarlijke kleur met jurken, omdat het vaak doorschijnt. Maar ik wil het toch even uitproberen. Hetzelfde jurkje eigenlijk in het off-white. Ik ben echt benieuwd of deze gaat doorschijnen. Het ziet er naar uit van wel, maar ik heb dus laatst gelezen, als je dus rode ondergoed aandoet onder wit, dat het dan niet doorschijnt.
En ik was al heel lang op zoek naar goede bodysuits. Die echt gewoon mooi staan onder een blazer. En ik heb deze uitgekozen. Het is een zwarte bodysuit in maat M. Ook in deze kleur besteld. Ik vind het echt zo'n mooie kleur. Kijk. Deze kleur heb ik ook besteld. Het is ook een maatje M. Ik dacht dat ik hem in S had besteld. Maar het is een crop top die ik in dezelfde kleur had besteld. Maar ook een maat M hiervan. Hoe mooi is deze kleur, jongens? Echt waar. Ik ben hier echt zo blij mee. Dit is wel een maatje S. Dus het is een crop top. Deze kleur voel ik echt op het moment heel mooi. Nog een crop top. In het wit. Maatje S ook. Ja. Ook een crop top, maar dan in deze kleur. Oh, dat vind ik een heel mooie kleur. Ik heb het zwarte jurkje aangedaan. Ik vind het echt cute. Dit is een maatje M, jongens. Dit is echt cute. Ik denk dat ik dit misschien gewoon vanavond aan ga doen. Ik heb net de bodysuits gepast. Ik ga niet veel, want ik heb er geen broek onder. Is het een beetje een stukje zo. Ze zitten echt super chill. Maar ik ben zo blij dat ik hiervan een maat M heb besteld en niet een maat S, want S is echt zo klein. Ik hoop wel dat die crop tops mij passen, maar dat ga ik nu even passen. Het is inmiddels gepast, jurken zaten goed, bodysuit zaten goed, crop tops waren te klein. Dus niet een maatje S nemen als je ongeveer dezelfde lichaam hebt als ik en een C-cup heb. Ik ga even nu wasje ophangen, een beetje bezig met huishoudelijke dingetjes. En dan zie ik die gewoon weer als Nessie thuis is. Oh, wat? This is one kid. Where is the other one? Ja, je wilt ook geëind worden, hè? In de building. Nessim is inmiddels aan het douchen, even snel. Ik heb me even omgekleed. Ik ben echt zo blij. Ik ben echt zo blij met dit jurkje. En even in de achterloop voor jullie. Kijken. En ik doe er dit jasje overheen. Dan zie ik er nog een beetje chic uit als ik het restaurant in hoef. Ik vind dit jasje echt tof. Love it. Ik denk dat ik het broodje nu geef. Anders vind ik het zo awkward om in het bijzijn van andere mensen te geven. Ik ga allemaal op meekijken en zo. Ja, je moet eerst het kaartje lezen. Eerst kaartje lezen. Ja, maar je hoeft het niet hardop te lezen hoor, dat ga je niet leuk vinden. Oh, je bent echt wild jij. Ja, ik kreeg hem ook wel moeilijker uit. Allah. Snap je nu waarom mijn kaartje? Weet je waarom? Nee. Ik zit nog steeds na te denken van wat was. Zeg maar de eerste, oh, dat, wat bedoelt ze nou? Ik doe gewoon mee. Dat snap ik. Wat doe je nog? Dat is het bonnetje. Waar is dit? Ja, ik heb ook. Hoe staat die man? Ik vind hem echt vet. Echt mooi, hè? Ja, je had zeg maar één model die leek een beetje op de Ray-Ban die je van je zus hebt gehad. Echt mooi, man. Maar ik dacht, deze is een beetje meer, zeg maar, zo'n ding. Echt zo'n. Ja, man. Snap je wat ik bedoel? Mooi. Ik vind hem echt vet. Allee, besef je, je hebt mijn eerste Gucci bril ook gekocht, toen was die gejat. Echt? Oh ja, klopt! Daar ga ik echt goed zorg voor dragen. En die doos is mooi, man. Ja? We zitten inmiddels in de auto en we zijn onderweg naar Den Haag. Weet je wel waar we gaan eten? Heb jij een idee waar we gaan eten of wat we gaan eten? Ik denk sushi. Waarom denk je dat we sushi gaan eten? Omdat ik jou vandaag aan de telefoon had. Ja? En toen zei ik sushi en ging je zo raar lachen. Ja, maar ik moest lachen omdat je denkt dat het sushi is. Wat dan? Dat is toch niet zo bijzonder, wij eten zo vaak sushi. Sushi? Want dan heb jij zin in sushi? Nee, mij boeit er niet, dat ik heb gewoon honger. Maar waar heb jij zin in? Heel eerlijk, waar heb jij zin in? Boeit me echt niet. Ik heb, je weet hoe makkelijk ik ben met eten, kom. Ja, maar als maar niet een van de vegetarische tenten waar ik alleen aubergine kan eten. Nee, maar wat zou je wel lekker vinden? Of wat denk je nog meer qua opties, los van sushi? Ik denk of Libanees. Ik sorry jongens, ik heb altijd een jeuk in mijn neus. Ik denk Libanees, Arabisch. Of sushi. Of Turks. Maar je moet eigenlijk sowieso niet Holland, dat weet ik wel. Oh, hoe zou dat denken dan? Ja. Waarom zou je dat doen? Haat je mee. Nee, maar is dat de politie? Lijkt toch echt op een politieauto? Gevaarlijk. Oh, gevaarlijk.
gevaarlijk. Dat is voor jou. Ja, dat is refugee. Voor mij. Is voor, neem maar mee, refugee. Voor mijn AliExpress bestellingen. Ja. Manessim, nou, ik ga hier met jou praten. Doei. Zeg dan. Oké, het is echt heel makkelijk. Je gaat het toch zeggen? Het is heel makkelijk eigenlijk. Meer dan? Nee, het is heel. We hebben daar nog nooit gegeten. Maar het is heel makkelijk om te raden. Ik heb nog nooit gegeten. Het is heel makkelijk. Dus het is een bekende plek. Ja, nee, het is heel makkelijk om te raden, want. Ja, Libanees. Nee, maar denk even wat meer na, zeg maar, over deze dag. Deze dag? Ja. Het is vandaag woensdag. Ja. En waar kom jij vandaan? Ik kom van Italië. Gaan we Italiaans eten? Gaan we Italiaans eten? Allah. Wij gaan, waarschijnlijk kun je het echt niet, dus ik ken het volgens mij ook echt niet. Happy Italy! Nee, maar wij gaan bij Impero Romano eten. En dat is? Ken je dat? Nee, zeker niet. Wat is dat? Klinkt duur. Wij zijn aangekomen, alleen er was echt geen parkeerplek voor de deur. Ja, er was sowieso geen parkeerplek voor de deur. Dus we hebben wel echt, ja, we zijn wel echt ver geparkeerd nu. En we zitten hier, het is echt een heel schattig plekje, het is een beetje aan de donkere kant. Dus. En de Joanne. Ik ook. Dit hebben we van een chef gekregen. Ik had zo lekker bruschetta. Weet je hoe ze het noemen? Nou? In het Arabisch. Nou? Gebbels damata. Jongens, het ziet er echt lekker uit. Ik heb dus tonijn met avocado. En Nessie is al begonnen. Ja, sorry. Karpatje, Nessie heeft heel veel trek. Oeh, lekker. Volgens mij is die daar voor jou bezig. Zeg ik deze film voor jou? Allah. Vers van de pers, Nevo. Zijn je zin in? Lekker, hè? Weer is Nessie zijn lasagne. Lekker hoor. Wow, ik ruik zoveel knoflooken mee, dat is niet normaal. Oh mijn god. Jij moet echt een hap hiervan nemen, want dit ruikt gewoon echt naar knoflook. Knoflook, die ga je voor een week ruiken, man. Lekker zo. Leuk hoor, hè? Leuk hoor, hè? Leuk hè? Ik vind dat ook iemand zo droog zien zingen. Op het einde doet hij ook zo woe. Leuk hè? Ik hoop echt dat hij goed betaald krijgt. Speciaal met... Dat is echt mooi dit. Zo, ik heb tiramisu besteld. Nessie gaat nog steeds stuk. Nee, ik ben een stuk, man. En Nessie me heeft het. Altijd open. Oh, ik kan niet meer. Zeg maar even wat je hebt besteld. Cappuccino. Oh, yes. Lekker. Ik heb een chocolade soufflé met ijs. Een cappuccino. Hoe zeg je nou dankjewel in Italiaans? Grazie. Grazie. Dankjewel. Precies. Grazie. Ik ga even... Waarom we ook een beetje aan het lachen zijn. Hij stond dus achter de kassa. Mocht hij dus aan Nessie? Wat deed hij? Hij doet zo naar mij. Is zij jarig? Ik nee. Hij denkt, oh shit. Zodat ik hem de verrassing verpest. Zo, wij zijn net klaar met eten. Het was heerlijk, Enes, eigenlijk. Het was maagvullend, eigenlijk. Ik vind alleen het hoofdgerecht was wel echt heel erg heftig. Ik had dus pasta met parmezaan en truffel. Die was echt heel erg heftig. Jongens, als jullie denken dat wij buitenlanders veel knoflook in ons eten doen, ja. Dan heb je nog nooit bij Italiaan gegeten. Echt waar, ze gingen dus de pasta serveren en ik rook alleen maar knoflook. Het was niet normaal. Het was wel echt zuur, hè? Ja! Nou, alles was lekker. Hè? Die olijfolie vond ik daar ook echt gruwelijk lekker. Hier is trouwens hier kermis. Echt een heel grote in Den Haag. Ziet er echt goed uit. Maar ik vond het best wel een aanrader. Jij? Zeker. Ik vond prijs-kwaliteit verhouding best wel oké. Kijk, het is niet de goedkoopste. Het is dan ook zeker niet de duurste, nee. Toch? Maar het was wel echt het was wel gewoon een chic restaurant. Goedkoop in de Harper Club. Ja? Ja. Ja, we zijn wel... Harper Club, Ja. En ik vond het lekkerder, de Harbour Club. Ik vond het gewoon leuker. De sfeer was leuker. En ze zijn mijn verjaardag niet vergeten. Oh ja! En bij Harbour Club wel.
Ja, klopt. Nou ja, mijn verjaardag. Ja, precies. Net iemand gereserveerd bij Harbor Club. Toen had hij gezegd, mijn vrouw is jarig. En toen dat in de mij... mail nog gezet, hè? Ja. Mijn vrouw is jarig. En toen waren ze dus mij gewoon helemaal vergeten. En ik elke keer zo wacht op het moment van, gaan ze misschien nu komen? Maar dat vind ik eigenlijk wel zielig voor jou. Ja, tuurlijk, man. Dat is fucking kut, man. Dat is fucking, hoe zeg ik dat? Oh. Disappointed. Nou, ik vond het alsnog leuk. En hier... vandaag was het tot de maar dat ging ook al mis. Ik heb het gevoel alsof mijn verjaardag gewoon nooit goed gaat bij restaurants. Dat is zo grappig. Maar eerst ging hij dus naar hem bij en zei hij van, is hij jarig? Maar hij is jarig. Oh, dat was zo grappig. En toen kwam hij zo heel droog aan tafel, ging hij echt zingen en zo. Met dat bandje ook achter. Hoorde je het bandje? Ja, yeah, muziek. Oh, het was zo lachen. En Nessie ging helemaal stuk. En ik moest toen nog harder lachen dan Nessie. Nee, ik vond het echt wel... Ik vond het ook wel een toffe gozer. Nou, het was gezellig. Ik ga nu stoppen met vloggen en dan zie ik jullie thuis. Doei! Ik ben net thuis en ik ging even naar mijn wasmachine lopen. En ik heb mijn badjas dus gewassen, maar ik was hem helemaal vergeten eruit te halen. Maar hij ruikt gelukkig nog lekker. Ik ga hem even snel ophangen. Oh, ik heb mijn badjas even opgehangen. Nee. Ik heb echt een vieze nasmaak van het eten. Echt die knoflooklucht komt er elke keer zo helemaal naar boven. Is echt zo goor. Ik had met een auto ook echt opeens heel erg dorst. Maar ik vond het echt heel erg lekker. Ik vond het echt heel gezellig vandaag. Ik ga even nu snel mijn pyjama aandoen. Het jurk is trouwens ook echt heel erg fijn. Ik heb er echt last van gehad. En besef, ik heb echt heel veel gegeten en gedronken. Ik heb echt zo'n heel grote fles water op. En het is gewoon lekker. Het is zo'n stretch stof. Dus echt top. Dus ik kom thuis en ik kijk in mijn postvak. En ik heb gewoon een pakketje van Maybelline. Maar kijk hoe cute. Made for all, made for Miriam. Mijn naam staat hier gewoon op. Dus lipsticks die gewoon bij iedereen passen. Ongeacht huidskleur, haarkleur, alles. Kijk, dit is normaal. Net zien ze even mijn jurk omhoog. Maar hoe tof is dit? Ik ben hier echt zo blij mee. En dat het zo gepersonaliseerd is, vind ik ook echt zo tof. Thank you. Oh, dit is echt zo'n leuk idee. Pink voor Miris leek me echt zo mooi. Dat vind ik ook echt een medium kleur. Even kijken. Oh, dit is echt zo'n mooie kleur. Kijk hoe mooi deze kleur is. Echt, ik hoef niet eens verder te kijken. Dit is gewoon mijn favo. Pink for me. Ik denk dat deze kleur ook echt super mooi is. Ik ga deze nu op mijn lippen doen. Ik heb hem op. Hij is echt vet mooi. Hij ruikt ook echt lekker. Okay, ik ga nu even de tweede opdoen. Die pink for me. Oh, dat is zo mooi. Echt, ik doe lang geen lipsticks meer op. Alleen maar van die matte liquids. Maar dit is echt zo mooi. Had ik echt niet verwacht dat ik dit mooi ging vinden. Oké, okay, ik ga nu even over naar de donkere kleurtjes. En daar ben ik eerlijk gezegd wel bang voor. Want meestal staan ze me dus niet. Maar zet er dus bij dat het iedereen staat. Okay, ik ga alleen nog deze kleur uitproberen. Want die vind ik heel erg mooi. Het is een beetje zo'n koraalkleurtje. Er staat hier Red for me. Oh, dat is de kleur rood die voor iedereen geschikt is. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is de kleur rood. Dit is wat minder voor mij. Ik vind die eerste twee gewoon echt perfect. En de rest is denk ik iets te donker voor mij. Wij liggen lekker in bed zo. Mijn lippen zijn echt vuil. Want ik heb allemaal lipsticks lopen uitproberen nu. En wij liggen nu een beetje uit te buiken op bed. Lekker en net. Wat een dagje weer. Dat is heel mooi. Ik ook. Ik denk dat ik hierbij ook gewoon de vlog gelijk ga afsluiten. Want ik ga denk ik niet meer zoveel spannende dingen doen vandaag. En ik zie jullie morgen wel. Doei doeg. Dag. Even iets vriendelijker tegen mijn volgers. Dag lieve mensen, ik ben heel moe.